Café Lokaal live vanuit het Vlietland Ziekenhuis. En we gaan nu het leukste onderwerp van vandaag behandelen. Althans, mijn collega Henk. Want hij gaat praten met de Rianne Viervan. Nee, ik doe zelf ook mee. En we gaan het hebben over dieet. Want zij is diëtist in het ziekenhuis. Rianne, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eerst even je algemene indruk tot nu toe van de open dag. Ja, hartstikke gezellig. Ja. Veel mensen en veel aandacht voor verschillende mensen die onderwerpen. Mensen bij jou komen, wat zijn hun vragen? Nou, het leuke is dat wij voornamelijk vragen voor de mensen hebben. Okay. Wij hebben een bingo machine staan. En ja, bij elke bal hoort een vraag. En wanneer mensen de vraag goed beantwoorden, dan komen ze, krijgen ze kans op een maar mooi heeft pakket. Heeft dat te maken met je gewicht? Niet. Dat heeft met vooral gezonde voeding te maken. Er bestaan heel veel fabels over gezonde voeding. En we probeerden met die vragen de kennis van de mensen een beetje te testen. Laat eens vijf vragen op Henk los, alsjeblieft. Nee, Rianne. Doen we na het uitzenden. Nee, nu, wat doen ze een vraag bij Henk? Nou ja, het gaat niet alleen maar ook. Want dat is een beetje wat vaak wordt gedacht. Je hoort de naam diëtist en er wordt aan overgewicht gedacht. Ja. Dat is natuurlijk vaak. Maar in het ziekenhuis doen wij heel weinig met overgewicht. Maar diëtisten zijn wel altijd akelig slank. Ik heb nog nooit een dikke diëtiste gezien. Verdomme. Nou, echt niet. Zijn er weinig inderdaad. Ja, heel zijn weinig. Er weinig. Ja. Ik had er een die had spinaziesoep en al die dingen meer wilden ze me laten eten. Ja. Maar jij zegt, we doen in principe weinig met overgewicht. Nou, wij als diëtisten van het ziekenhuis zelf, wij doen het werk in het ziekenhuis zelf, is voor een groot deel mensen die ondervoed zijn. En dat wordt vaak vergeten. Ondervoed. Maar mensen die opgenomen liggen of heel erg ziek zijn, ook al heb je overgewicht, dan heb je toch een grote kans om, als jij heel ziek bent of een hele grote operatie gehad hebt, om toch in een korte tijd ondervoed te raken. En veel mensen weten dat niet. Maar dat is een van de grootste problemen in het ziekenhuis zelf. Ja, maar dan krijg je van die blikjes. Die zijn niet lekker. De blikjes, ik weet wat u bedoelt. Astronautenvoeding. Ja, het wordt astronautenvoeding genoemd, maar ik heb het nog nooit gehoord dat het mee naar de ruimte gaat. Het is echt meer medische voeding en een kleine hoeveelheid heel veel extra voedingsstoffen. Ja. Hadden we vroeger de schijf van 5. Hè? Die hebben we nog steeds. Die hebben we nog steeds. Maar je ziet ook bij een hele hoop dingen, we moeten minder zout gebruiken. Suiker is gevaarlijk. Ja. We moeten meer bewegen. Obesitas is eigenlijk een ziekte van de laatste 10 jaar een beetje. Nu komt het enorm, staat het in de picture. Mm-hmm, klopt. Wat moeten we nou doen gewoon dagelijks om te zeggen dat je de goede kant op gaat? Ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Anders, en heel, maar globaal even. Ja, dat is wel een hele lastige vraag die je me zo stelt. Ja, maar kijk, waar we zijn waar niet voor veel mensen vaak. Kijk, tuurlijk, overgewicht en obesitas is een heel erg groot probleem. En je ziet ook veel overgewicht. Er zijn ook steeds meer verleidingen in de laatste jaren natuurlijk. Dus dat is een groot probleem. En ja, wat ik vaak merk, als het dan over het overgewicht gaat, dat mensen vaak een slechte leefstijl hebben. Te vet eten? Nou ja, vaak over het algemeen gewoon te veel en te veel de verkeerde dingen. Maar dat ze, als ze dan een poging willen doen om daar wat aan te doen, dat ze dan gelijk heel extreem gaan diëten, crash diëten. En dat is vaak ook de fout die gemaakt wordt. Ik heb zo'n beetje alle diëten gehad die er zijn, maar conclusie was, dieet weer lekker. Ja, je moet niet eten. Niet zoveel eten in ieder geval. Ja, dat is het. Het is niet zo. Het is een beetje, heel vaak is voor mensen zwart-wit of alles of niets. En je moet juist een beetje dat grijze gebied opzoeken. Discipline werken. Ja, Ik heb wat op de ijskast geplakt en al die dingen. Als ik dan denk, even. En dat zijn allemaal van die tekens dat je denkt, jongens, we moeten wat aan doen. Maar je hebt ook mensen, ik heb er gewoon aanleg voor hoor. Als Jan Willem langs een kuipbuffet loopt, er gebeurt er niks. Maar ik heb een idee dat ik een kilo zwaar doe als ik er alleen maar naar kijk. Ja. Ja. Rianne, we gaan even naar wat anders. Patiënten in het ziekenhuis moeten eten. Ja. Daar heb jij mee te maken. Mm-hmm. In wat voor opzicht heb je daar mee te maken? Ja, hier in het ziekenhuis worden mensen sowieso, als ze opgenomen worden, gescreend op ondervoeding. Is er een risico dat ze ondervoed zijn of zijn ze al ondervoed? En als mensen al aangeven dat ze bij opname afgevallen zijn,
Of minder eetlust hebben of extra voeding gebruikt hebben, dan komen wij daar standaard bij langs. Ja. Omdat als je ziek bent en je valt af, hoe zwaar je ook bent, al ben je 120 kilo, maar val je toch af en je bent heel ziek, dan is dat niet goed. Nee. Omdat je vaak een groot deel van je spiermassa verliest en je lichaam alleen maar zwakker maakt. Dus bij die mensen komen we als diëtist langs en daarbij gaan we kijken, ja, wat kunnen we nou doen, ondanks die mindere eetlust, om toch meer en voldoende binnen te krijgen. Maar dat betekent wel dat jij veel overleg hebt met de mensen in de keuken. Want tegenwoordig wordt dat allemaal op maat. Vroeger kreeg je gewoon zo'n grote deksel. En dan zaten die twee boterhammen met kaas op. Maar dat is tegenwoordig. Ja, tegenwoordig hebben we gelukkig op de afdelingen de broodbuffetwagens. Ja. Die komen bij elke maaltijd langs, buiten de warme maaltijd. En daar kunnen de patiënten gewoon kiezen wat ze willen. Dus vroeger was het inderdaad heel vroeger dat je al een dag van tevoren moest kiezen wat je op je boterham wilde. Ja, dat is gelukkig niet meer. Maar je hebt toch die formulieren die je moest vullen? Wat wilt u die en die dan? Ja, dat gaat over de warme maaltijd. Ja, ja. Maar dat is gelukkig tegenwoordig ook dat je op de dag zelf kiest wat je 's avonds wil eten. Oh, dus je hoeft niet een dag van tevoren al te bedenken wat jij morgen wil eten. Ja, 10 jaar geleden lag ik in het ziekenhuis en toen was dat nog wel. Ja, toen was dat wel zo. 3 dagen van tevoren moest dat. Maar dat is gelukkig nu anders. Ja. Rianne, draag jij van een patiënt kennis over wanneer ze uit het ziekenhuis gaan naar een broeder of zuster in het veld voor het dagelijks leven over te pakken? Ja, dus iemand heeft hier gelegen, die heb jij behandeld. Die gaat dan het ziekenhuis uit. Maar die moet ook thuis weer gewoon naar een diëtist. Hebben jullie als vakbroeders contact? We hebben wel contact, maar de wens is wel dat we de komende tijd wat meer... we willen eigenlijk meer... Wij noemen dat de eerste lijn, het ziekenhuis de tweede lijn. En wij dragen soms patiënten over, maar... Ja, helaas gebeurt dat nog te weinig. Dus daar is wel een aandachtspunt. Soms zien we zelf mensen nog terug op de poli. Soms wordt het overgedragen. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk ook vanuit het ziekenhuis naar een verpleeghuis. En dan dragen we dat aan de diëtisten in het verpleeghuis over. Zo is het. Ja. Even de commerciële kant. Hè? Je hebt allerlei poedertjes, pillertjes, dingetjes innemen, shakes en noem maar op. Het is ook een kwestie van discipline. Dan zie je mensen enorm ineens afvallen. Daarna ebt het wat terug en in no time zit het er weer aan. Ja, dat bedoelde ik net met mensen die fout maken om als ze willen afvallen. Hè? Opeens zo extreem allemaal rare dingen en diëten. Ja. Nou, ik kan je vertellen, elk dieet voor afvallen werkt. Want als jij iets opeens laat uit je voeding of heel erg op gaat letten, dan val je altijd af. Maar inderdaad, op lange termijn zie je vaak dat mensen toch weer aankomen. Ja. Dus ja, het is vooral een kwestie van je leefstijl. Van je leefstijl aanpassen. Rianne, ook jou? Vragen wij het. Dat is jouw camera. Daar ben je nu op te zien, thuis. Zou jij de mensen nog willen oproepen? Een beetje werving van dat het leuk is om hier eens te komen kijken. Vanuit jouw vakdiscipline. Ja, ga je gang. Ja, lieve Schiedammers, kom naar het ziekenhuis. Oh, of vandaag te komen kijken. Ja. Nou zeker, als je thuis nog op de bank zit. Ik zou zeggen, kom hier naar het ziekenhuis. Want het is een hartstikke leuke en leerzame dag. En we kunnen heel veel... Je kan echt superveel leren en zien. Dus zeker, als je hier nog niet geweest bent. Kom kijken, zou ik zeggen. Kom van die bank af. Ze hadden slecht weer voorspeld. Valt echt wel mee. Ja, dus je kan gewoon droog hier naartoe komen. Dus zo ik zou zeggen... Je bent welkom. Oké, Rianne, hartstikke leuk. Dank je wel. Ja, graag.